Hey hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Magic Rise. Ja, als Efteling liefhebber hou ik natuurlijk enorm van het Efteling Entertainment. En ja, voor de Efteling Entertainment moet je niet altijd naar het park gaan. Want soms komen de shows van de Efteling ook gewoon naar jou toe. En dat is vandaag ook het geval, namelijk de Sprookjesprokkelaar. Die komt naar Hasselt. En ja, ik hou van musicals, ik hou van de Efteling, ik hou van magie, dus ik moet dit zien. Dus ja, we gaan naar Hasselt voor deze show en voor de Sprookjesprokkelaar. Ik hoop dat het een heel leuke show gaat worden. Ik laat jullie alvast enkele beeldjes zien uit de show. Ik hoop dat ik na de show nog een leuke foto kan nemen. En ik laat jullie zeker weten hoe het was. Vertel verhalen, lees ze zelf en geef ze door. Vertel verhalen, uit het hoofd of lees ze voor. In alle landen, in alle talen, op de pleinen, in theaters, klaslokalen. Vertel verhalen, vertel verhalen, lees ze zelf en geef ze door. Vertel verhalen, uit het hoofd of lees ze voor. In alle landen, in alle talen, op de pleinen, in theaters, klaslokalen. Hey! Vertel verhalen! Zo, we zijn net naar de Sprookjesprokkelaar geweest. Ja, en ik vond het echt een heel, heel, heel leuke show. Heel magisch. Er waren heel veel mooie verwijzingen naar de Efteling. Vond ik heel leuk. Naar bijvoorbeeld Joris en de Draak. En naar de Vliegende Hollander. Dus die verwijzing vond ik heel leuk. Er zat ook eigenlijk heel veel acrobatieken. Eigenlijk dit show met... Ook een beetje denken aan Karel op die manier, want daar zat natuurlijk ook de verwijzingen van de Efteling in. En acrobatiek en ook dat toch wel de show ook op wel met de gevoelens speelde. Dus jawel, ik vond het een heel leuke show. Een dikke duim omhoog voor de hele cast. Vooral een duim voor het meisje dat sterren speelde. Ik heb geen idee hoe zij heette, maar ze was heel goed. Ook een dikke duim omhoog voor Winnie Kremers.
Zij speelde onder meer de rol van een soort van ja, boze vrouw slash hertogin. Maar ze was op bepaalde momenten echt te begraven, blijkbaar. Goed opgelet, Bert. Ze was op bepaalde momenten echt eigenlijk een beetje te vergelijken met Pia Douwes qua stemgeluid, vond ik persoonlijk. Dus ik vond het heel leuk. Na de show heb ik ook de DVD gekocht. Dat vind ik het leuk aan de Efteling shows. Dat je dan altijd de Efteling DVD kan kopen. Zodat ja, het verhaal nooit verloren gaat. En daar ging de musical ook over. Over het feit dat verhalen niet verloren mogen gaan. Dus ik heb er alvast voor gezorgd dat dit verhaal niet verloren gaat. Na de show had ik nog geluk. Ik heb namelijk een foto kunnen nemen met Winnie Kremers. Heel aardig mevrouw. Echt speciaal voor mij gekomen, want ik had gevraagd van, komen er nog castleden uit? En ze wist niet zeker. En ze zei van, ja, wie wil je zien? Ik zeg, ja, Winnieke wil ik heel zeker zien. En ja, pakweg 5 minuten daarna stond ze bij mij en verdween ze terug de backstage. Dus normaal gezien had ik ze waarschijnlijk niet gezien. En met het buitenkomen zag ik ook nog Kobe Verdonk. Hij speelde de rol van Joris. Van Joris en de Draak. Heel aardige kerel. Kwam uit de buurt blijkbaar. Dus hij speelde een thuismatch. Anyway, ik vond het een heel leuke show. Kan je hem nog gaan kijken? Zeker doen. Hij speelt nog een paar keer in België. Dus zeker gaan kijken als je kan. Hij speelt ook in Nederland uiteraard. Hopelijk vonden jullie dit een leuke vlog. Graag een duimpje omhoog. Abonneer jullie op ons kanaal als dat gaat. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.